another wave coming. Hit the ground, we're running. You and I fall all the way. Listen, hear my demons calling. So tired, I'm crawling, but I know you're here. Smile for the camera, cause the world's on. Wat wil je dan? Wil je een kluifje? Rondje? High five? Ja! Yeah. Zitten? Goed zo. Grote meisje! Geef hier. Geef hier. Geef het aan een kindje. Geef hier. Oh, hij is voor jou. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je nog geen abonnee bent, abonneer dan even op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik super tof vinden. En dan blijf je gratis en voor niks op de hoogte van al mijn leuke video's. Als allereerst moet ik natuurlijk even terugkomen op de video die ik hiervoor heb geplaatst. Ik heb namelijk een video geplaatst. Mocht je hem nog niet hebben gezien, bekijk hem eventjes. Ik zet de link in de beschrijving. Daar kan je de video opzoeken. Ik heb namelijk een video opgenomen in het Erasmus MC in Rotterdam. En daarin praat ik met de chirurg over een operatie voor mijn scoliose. Ik heb namelijk een vergroeiing aan mijn ruggenwervels. En nou ja, daarom gingen we naar Rotterdam om te kijken wat voor behandelingen ze daar hebben. En hoe een operatie daaruit ziet. En zodra ik thuis kwam vanuit het ziekenhuis namen mijn emoties eigenlijk de hele video over. Dus mocht je benieuwd zijn daarnaar, bekijk de video eventjes. Ik zet de link in de beschrijving. Daar kan je op klikken. En dan word je zo doorgelinkt naar die video. Maar om terug te komen op die video wil ik jullie dus super erg bedanken, mijn kijkers. Want ik was bang voor negatieve reacties, zoals aansteller of iets. Weet je wat je ook wel eens leest van andere vloggers? Of wat andere vloggers wel eens voor hun kiezen krijgen. Ik was bang dat ik dat ook zou krijgen, maar gelukkig zijn alle mensen om me heen en die naar me kijken heel erg positief. En hebben zij me onwijs geholpen in de reacties. Super lieve berichtjes heb ik mogen ontvangen van meiden van mijn leeftijd, maar ook ouders. Ik heb ook berichtjes ontvangen of ik tips had voor ouders die een kind hebben met scoliose. En ja, ik vind wel echt dat ik een goede daad heb verricht. Want ik heb natuurlijk mijn eigen emoties naar buiten gebracht. Maar daardoor weten mensen ook dat ze niet alleen zijn en weten ze ook dat ze mij kunnen benaderen om dingen te vragen en zo. Dus dat vind ik echt super leuk. En ik vind het super leuk dat ik nou ja, die tips dus mag en kan geven. Ik wil niet zeggen dat het allemaal goed is, maar uit mijn eigen beleving kan ik dat een beetje overbrengen op anderen, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Terwijl ik het eigenlijk zelf ook niet zo heel goed weet. Maar je snapt vast wel wat ik bedoel. Normaal help ik natuurlijk in de salon. Maar zij is ook lekker een paar weken op vakantie. Dus ik kon eigenlijk niet zoveel doen. En ik zou maar te vervelen. En ja, ik weet niet. Ik kon niet echt positiviteit meer zien. Ik zag alles negatief. En ik was zo gereinigd en zo. En ik ging elke om de 3 dagen naar de McDonald's. Me helemaal vol duwen met Big Tasty menus. Maar even die deur dicht hoor. Anders word ik helemaal gek van het geklepper. Maar nou ja, daar ben ik dus nu weer helemaal uit. Dus ik ben alle positiviteit weer aan het opzoeken. En ik ben dus ook weer gezond aan het eten. Want alles van die Mac moet er natuurlijk weer af. Daarom vanochtend eventjes dat korte filmpje over die smoothie die ik had gemaakt. Ik had namelijk bij de Action, was ik eventjes aan het shoppen. En toen zag ik die doos van Nutrimax Hero Kitchen. Kitchen Hero. En dat is dus zo'n blender. En er zitten ook nog eens 4 bekers bij. Of nee, 2 bekers. En dan 4 verschillende doppen of zoiets. Nee, 4 bekers. Dat was geloof ik €35, zoiets. En daar doe ik dan, heb ik lekker banaan in gedaan. Magere yoghurt. Bladspinazie. Ja, was echt wel super lekker. Dus dat was mijn ontbijt. Mijn gezonde ontbijt. En verder had ik een snee volkoren brood op met runnerrookvlees en een sinaasappel. Dus super gezond bezig vandaag.
Ik moet alleen zo meteen even kijken wat ik ga eten. Want ik ga namelijk naar JD toe. Ik heb JD echt al een maand zeker niet gezien. Want zij was lekker op vakantie. Ze zat lekker met haar billen in... Waar was het? Spanje? Als ik het goed heb. Dus nou ja, daar moet ik om 6:30 zijn. Dus die ga ik straks ophalen. En dan gaan we gezellig naar de Brasserie Park. Want daar is de 071 borrel. En dat is altijd super gezellig. En dan gaan we daar lekker drankjes doen. Sorry van dat geheigen, dat is ijsje. Dan gaan we daar lekker drankjes doen. En dan gaan we gezellig bijkletsen over haar vakantie. En alle leuke dingen. Misschien een klein beetje roddelen. En nee hoor. Het wordt gewoon weer super gezellig. Dus daar ga ik jullie straks mee naartoe nemen. We zijn op de 071. Mijn enige met Dimmy. En we zijn op de 071 met de allerliefste JD. Things go, but I know you and I will never change.